Na de inleiding van de Aeneis in regel 1 tot en met 33 het Prooimium komt de godin Juno meteen weer in beeld als de schepen van Aeneas wegvaren van Sicilië. Zie het kaartje naast mijn hoofd. Moet ik mij dan nu gewonnen geven van mijn plannen maar afzien? vraagt Juno zich af. Zij gaat naar Aeolus, de god van de winden en koopt een om met een nimf nota bene om de Trojanen tegen te houden met een storm. En Aeneas slaat een ijskoude schrik om het hart als die storm inderdaad opsteekt. Was ik maar gedood in de vlakte van Troje. Uh, de schepen van de Trojanen die vergaan, ook bijna, maar op een gegeven moment heeft Neptunus in de gaten dat er een storm is ontstaan zonder zijn toestemming en Neptunus bedaart die storm. De Trojanen landen dan met zeven schepen op de dichtstbijzijnde kust. De andere schepen zijn vermist. Die kust blijkt Noord-Afrika te zijn, door uh, Virgilius Libia genoemd. Uh, Aeneas gaat dan op verkenning en gaat jagen. Die mannen moeten natuurlijk eten. En bij terugkomst spreekt Aeneas als een echte leider zijn mannen geruststellend toe. Ook in de toekomst zullen jullie misschien ook dit met plezier herinneren. Aeneas probeert een sterke indruk te maken, vertelt Vergilius, maar hij is er niet gerust op. En tenslotte beschrijft Vergilius de maaltijd van de Trojanen op de Noord-Afrikaanse kust. Nu een bespreking van de regels 223 tot 233. Het het betekent natuurlijk en, jam, al, en finis betekent uh, einde, et jam finis erat, er was al een einde, betekent ze waren klaar met eten. Toen, hier uh, met de, met de, waar staat die, constitut, met de indicatives, Jupiter is onderwerp, toen uh, Jupiter uh, ging staan, komt er straks, dat staat helemaal daar, constitut, uh, dat doet hij uh, vanuit Eiterus Sumo, vanuit de hoogste hemel. Neerkijkend een PPA, neerkijkend op de zee, de zee Velivolum. De zeil bevlogen betekent dat letterlijk, dus de zee met veel zeilboten. En neerkijkend op de Terra's Jacentes, de liggende landen staat er letterlijk. Ook Jacentes congrueren met Terra's is natuurlijk een PPA. En op de Litora op de kusten en neerkijkend op de brede volkeren staat er letterlijk. Dat zullen talrijke volkeren zijn. Dus ze waren klaar met eten toen Jupiter Constitit, had ik al eh, gezegd, Constitit ging staan. Zo, vertice sic betekent natuurlijk zo, vertice kaili, op de top van de hemel. Kaili, de genitivus van kailum, vertex betekent top. Dus uh, Jupiter heeft een fantastisch uitzicht, dat staat hier. En toen Jupiter uh, defixit, uh, hij uh, zijn ogen richtte. Defixit is het uh, belangrijkste werkwoord. Zijn ogen, zijn lumina, er dus staat eigenlijk lichten, zijn lichten richten. Een metonymia is dat. Uh, hij richtte zijn ogen ergens op, namelijk rechnisch, in de dativus, op het rijk, eigenlijk rijken. Het is meervoud op de rijken. Uh, Libiai van Libië. Uh, Jupiter richt dus zijn ogen op de plaats waar Aeneas en zijn Trojanen uh, net geland zijn. Atque, en, illum in de accusativus, dus en hem. Uh, illum wordt uh, Jupiter mee bedoeld. Thales jactantem pectora curas en en hem. Jactantem congrueert met Elum, dus dat gaat over Jupiter. Jupiter die, uh, werpt op en neer letterlijk, die schudt in zijn pectoren, in zijn hart, thales, cuores, dergelijke zorgen. En hem, terwijl hij dergelijke uh, zorgen, cura's, heen en weer schudt, jaktans in zijn hart spreekt hem toe. Dus de, dat illum, dat is de is van dit ad loquitur. Iemand spreekt hem toe. Onderwerp helemaal achteraan, Venus. Zijn dochter Venus spreekt met Jupiter terwijl Jupiter vol zorgen kennelijk neerkijkt op uh, op de kust van Libië. En dat doet zij Venus tristior, droeviger. Ik heb vertaald hier nogal droevig en en dan, uh, en dan sufusa betekent uh, overgoten, letterlijk, foenderen is gieten, overgoten wat haar ogen betreft, uh, congrueren met die oculoos, dat is nitentes, haar, uh, oog, haar stralende ogen, overgoten lacrimis met tranen, spreekt Venus dus Jupiter toe. Ze gaat iets zeggen. O. En dan spreekt ze Jupiter aan met: Qui res hominumque deumquum aeternis regis imperiis? Dat hoort er nog eigenlijk bij. Zo spreekt Venus Jupiter aan. O jij die, res is een accusatief meervoud, de zaken hominumque deumque van goden en mensen, een polysyndeton, er staat één keer te veel en eh, naar ons idee. O jij die de zaken van mensen en goden regis. Regis is een, een werkwoordsvorm hier. Jij, jij bestuurt, jij die de, mensen, nee, die de zaken van mensen en goden bestuurt, aeternis imperiis, in hyperbaton, met eeuwige ja, opdrachten, met eeuwig gezag, heb ik vertaald. En jij die de, mensen, de zaken van mensen en, uh, en, en goden Teres, ook dat is een werkwoordsvorm, die uh, die, die uh, mensen bang maakt, fulmine, met je bliksem. En dan komt er een retorische vraag. Jupiter is dus aangesproken. Nu er komt een retorische vraag. Quit, wat toch? Meusai neas is het onderwerp van die vraag. We kijken, dan moeten we even het werkwoord zoeken. Dat, is, dat staat daar. Potueren. Wat hebben we gekund? Inte cometer tantum. In thee is naar jou toe, committeren, to commit a crime, in het Engels is een misdaad begaan. Wat hebben mijn Eneas, wat hebben de Troës, de Trojanen, tegen jou zo groot tantum kunnen begaan? He, welke zo grote misdaad, wat heeft Eneas en de Trojanen, wat hebben die zo ergs de, tegen jou gedaan? Quibus, quibus tot funera passis. Quibus, de Trojanen, daar staat een uh, relatieve bijzin bij. Die begint bij quibus. Uh, voor wie? Tot funera passis. Passies is een PPP. Dus uh, voor wie? Geleden hebbende, van pati, patior in het woordenboek. Geleden de tot betekent zoveel funera, letterlijk begrafenissen. Nadat ze zoveel begrafenissen geleden hebben, voor wie? Even kijken, dan moeten we weer een werkwoord hebben. Dat is Clauditour. We noemen dus nu de laatste regel. Voor wie, nadat nou, ze zoveel ellende geleden hebben, de conctus terrarum orbis, dat hoort bij elkaar. De conctus orbis, de hele kring, letterlijk terrarum van de landen. Ik heb vertaald de hele wereld. Clauditour afgesloten wordt, dat is de persoonsvorm. Wat hebben die Trojanen nou zo ergs gedaan? Dat zou je, zou je ook kunnen vertalen dat voor hen, quibus, nadat ze al zoveel ellende geleden hadden tot Funerapassis, de hele kring van de landen wordt afgesloten vanwege Italië.